8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Today we have 2 trainings on the program. Yeah, so we do 2 hours in the morning, 3 hours in the afternoon. Yeah. Patijn, Ponsaerts, Van den Abele, Van Eetveld, Van Gils, Verschaven, Vervloesem. Feet of Bernia, to Galon. And then on the Bernia, they do 4 times 10 minutes. Ja, we zijn hier in Calpe op stage om 10 dagen heel de groep samen te hebben. Dat is eigenlijk de enigste moment op jaar dat de ganse ploeg, alle 16 renners samen zijn. Dat is toch wel belangrijk om van die 16 renners een groep te smeden. Er zitten toch alle jaren een paar nieuwe tussen. En dat is toch belangrijk om een groepsfeer te maken, zodat je naar de komende wedstrijden echt wel een echte ploeg hebt. We hebben dit jaar 4 nieuwe renners in de ploeg. Harry Sweeney, een Australier. Tosh Tier, Engelsman. Xandres Vervloesem en Lennart Van Eetveld. En voor de jongens is het zeker wel belangrijk om hier op stage de werking van de ploeg te leren kennen, de nieuwe renners te leren kennen, om in de ploeg geïntegreerd te raken en om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om samen met de dames in Calpe te zijn. Ik denk dat dat op alle gebieden een voordeel is. Dat geeft meer eenheid. Ook mensen van de World Tour team die komen op bezoek bij de ploeg. John is geweest, Mark is geweest, Kevin is geweest, Jolien is geweest, onze diëtiste. Dus dat maakt de ploeg één geheel en dat kan alleen de sterkte van de ploeg maar ten goede komen. Het doel is eigenlijk gelijk aan de voorbijgaande jaren. Dat is renners zo goed mogelijk voorbereiden om de stap naar de profs te kunnen zetten. We hebben natuurlijk al Florian Vermeers die vanaf 1 juni sowieso de overstap zal maken naar onze World Tour ploeg. Victor Verschaven die zal voor 21 al de overstap maken. Maar daarnaast zit er natuurlijk nog een hoop talent in de ploeg. En we proberen die jongens zo goed mogelijk klaar te stomen om de overstap te maken.